hou van lezen omdat ik er veel van leer. Omdat ik hem heel leuk vind. Dan kan ik ook hier om te lezen en om dingetjes te weten. Ik lees heel erg veel. Voor het slapen gaan lezen, dan doe ik vaak 10 bladzijden. Mama, papa leest me voor. Dan kan ik beter slapen. De Bipopschool is er voor alle basisscholen in de Zaanstreek. Ze krijgen een leesmediaconsulent die op de scholen komt helpen met het bevorderen van leesplezier. Wat zou nou dat woord zijn? Wat zou er nou moeten staan op die plek? Goeie puzzelaars hier hoor! Ze krijgen toegang tot het programma Schoolwijs, waarin ze boeken kunnen opzoeken en informatie voor werkstukken of spreekbeurten. En ze krijgen elk jaar een vragenlijst, dat is de monitor. En deze vullen ze in, zodat wij inzicht krijgen in het leesgedrag en het leesplezier van de kinderen op de basisscholen. Neem je tas mee? Dan gaan we nu lekker lenen. We beginnen eigenlijk altijd met het screenen van de schoolbiep. Verder helpen we de leerkrachten door ze advies te geven. En we komen in de klas lessen doen als de leerkrachten dat graag willen. Voorbeelden van de activiteiten die we op de scholen doen zijn boekenkring, boekpromotie en voorlezen. En waarom heb je die uitgekozen? Nou, ik vind het Roald Dahl boek heel erg leuk. Scholen die gaan naar de vestiging of die krijgen zo'n prachtige Bibus ter beschikking. De Bibus komt één keer in de maand zo dicht mogelijk bij de scholen gereden. De kinderen die hebben Bipasjes en Biptasjes om de boeken in te doen. Ze lopen met elkaar per groep naar de Bibus. Het doel van de Bip op school is om de woordenschat en het leesplezier van de kinderen te vergroten. Laatst nog aan de kinderdagverblijf voorgelezen. Het is eigenlijk een soort van film kijken. Deze wil ik! Want je leest een verhaal, maar je ziet het niet. Maar toch in je hoofd zie je het wel gebeuren. Dit prinsesje is toch mooi? Zal ik een stukje voor je lezen? Er was het een grote mooie paleis. Er was een prinses. Scholen die mogen zelf beslissen of ze de bibliotheekboeken in de klas houden voor de kinderen. Of dat ze de kinderen de boeken mee naar huis laten nemen. De bibliotheek die stimuleert om ook de boeken mee naar huis te geven. Zodat ze thuis ook in aanraking komen met allerlei verschillende boeken. Fantasie, Fie. Draakvechten. Ik vind brandweer leuk. Ik vind het leuk dat er flapjes in zitten. Je hebt hem op school. In de avond mogen wij dat ook zelf lezen. Daar kan je ook veel van leren. Ik kan niet van lezen, maar ik lees wel voor mijn begrip lezen. Ik vind gewoon lezen leuk.